Tradities horen bij ons koningshuis en bij Uddel. Een traditie zoals een optocht met versierde fietsen. Vlaggen en allemaal touwtjes en zo. Ik heb een paar kroontjes en een vlaggetje. En ik had mijn fiets al rood, weer blauw, dus ik hoefde niet zoveel te doen. Een optocht en een obade. Zo doen ze dat in Uddel. Het is een jaarlijkse traditie en ook de burgemeester komt hier altijd als eerste heen. Omdat dit zo'n speciale plek is, Uddel. Maar hoe Koningsdag er volgend jaar uit gaat zien, is nog lang niet bekend. Het is uiteraard aan de koning en de koningin om te bepalen hoe zij hun verjaardag, hun Koningsdag willen vieren. Maar ik schat in op de manier zoals we dat hebben opgebouwd deze jaren, dat in ieder geval de dorpen in Apeldoorn het op deze manier zullen blijven doen.